Op een dag kijk je achterom en je ziet hoe we gegroeid zijn. Hoe we van kleine speler ineens steeds meer te bieden hebben. Aan mens en maatschappij. Wat is er gebeurd tussen het moment dat we begonnen te groeien en het moment dat we ontdekten hoeveel dat was en hoeveel we in gang zetten door de nieuwe verbindingen die we maakten? Waardoor kwam dat? Was het geluk? Was het inzicht? Was het wilskracht? Het groot zien en toch dicht bij onszelf blijven. Dromen hebben. En voorbij de horizon kijken. Lef. En daadkracht. Dicht bij onze klanten staan. Zeker is dat we kansen hebben gegrepen, bedreigingen het hoofd hebben geboden. We zetten door en waren creatief. Stap voor stap, voor stap. Naar een steeds grotere betekenis in alles wat we doen. Neem inzameling en recycling, waar het draait om hergebruik. 90% van het ingezamelde verwerken we tot nieuwe grondstof of energie. Met onze brandstoffen- en oliehandel zijn we een waarborg van mobiliteit en een proeftuin voor alternatieven. Vanuit infra en engineering ontwikkelen we slimme oplossingen voor een land waar steeds minder ruimte is. Met elke investering en elke innovatie. Met elk creatief moment en elke stap naar verdere groei beseffen we ook hoe oneindig de tijd en de mogelijkheden zijn. En hoe we daarbij het verschil kunnen maken voor onze omgeving. Onze relaties. En onze mensen. Door vooruit te blijven kijken. Voor ons en de volgende generaties. Zodat de werkelijkheid van morgen vandaag al onze realiteit is. GP Groot.